ik word er soms zo gek van als ik naar die televisie zit te kijken. Alle prutsers. Ik ben blij dat ik dit doe hoor. Ik sta hier ook wel een beetje te prutsen, maar... In ieder geval, het doel is dat jullie gewoon vanavond naar huis gaan met een hoop liefde, weet je wel. We bouwen het langzaam op, we bouwen het langzaam naar een hoogtepunt op. Dat zijn eigenlijk die dingen die horen erbij. Je moet er niet gelijk voor op de werk. Dat vindt niemand lekker. Die nieuwe plaat van mij, die heet Pressure Makes Diamonds. En waarom heet die dan Pressure Makes Diamonds? Nou, dat slaat eigenlijk een beetje neer op wat ik doe en waarom ik het doe. Zeg maar, ik doe dit al heel lang. Ik doe al best wel lang muziek vanaf mijn 18e. Ik word dit jaar 42, dus dat is heel lang. Heel lang wilde niemand mij neerzetten in die zaaltjes en in clubs en al dat soort dingen. Dat geeft allemaal niet. Op een gegeven moment, als je maar volhoudt, weet je, als je maar een enorme plaat voor je hartstikke zet en je blijft doorgaan, dan sta je in één keer in fucking Assen voor een bijna volle zaal. Dat is super mooi, toch of niet? Ja, dat bedoel ik. De meeste mensen kennen mij ook van VI, dat is een voetbalprogramma. Met Johan. En daar kwam ik in 2009 terecht. En want ik was al plaat aan het maken en die kon ik niet slijten en ik kon nergens optreden. En dan kon ik weer gewoon voor een of ander huiskomen concert hier in de buurt. En dan reed ik hier naar één, weet je wel. En dan was ik bijna bij Goes en dan begon mijn lampje alweer te branden van de benzine. En dan dacht ik, oh kak, weet je wel, als ik maar thuis kom. Maar ik was dan te beroerd om te gaan tanken, omdat dat allemaal geld was wat ik dan weer verdiend had. Dus dan hoopte ik dat ik huis kon halen. In die tijd werd ik gevraagd door Johan of ik bij een voetbalprogramma wilde aanschrijven. Toen dacht ik, nou... Ik kom op televisie, nu komt het helemaal goed. Ik doe dat nu 10 jaar, maar de eerste 5 jaar had geloof ik niemand het in de gaten dat er ook wel een band stond. En mensen dachten dat ik een coverband was, weet je wel. Maar ja, mensen die vroegen dan van, kan je dan een avondje bij ons lekker jaren 50, 60, 70 muziek komen maken? Ik zeg, nou nee, dat doe ik dan weer niet. Ik schrijf mijn eigen muziek en dat wil ik wel heel graag komen doen. Oh ja, dan kijken we nog wel even verder. Maar wat ik zei, weet je nou, als je zo'n enorme fucking plaat voor je kop hebt en je blijft er gewoon in geloven, dan komt het wel goed, weet je wel. De laatste 4, 5 jaar gaat het als een malle en nu sta ik hier. Dus wat ik eigenlijk mee wil zeggen is, als je zelf ook nog eens zo'n fucking droom hebt, dat je denkt, dat wil ik eigenlijk ook wel gewoon gaan doen, dan moet je dat gewoon doen, joh. Weet je wel, het leven is veel te kort en dan heb je die pressure makes diamonds, weet je wel. Onder druk worden diamanten gemaakt. Je hebt aarde en dat verandert dan ergens in koolstof, hoe weet ik ook niet. En dan word je onder druk gezet en dan komt er een diamant uit in die... Poets je en die schuur je een beetje en uiteindelijk heb je dan wat je wil. Tenminste, dat hoop ik. Dit is Pressure Makes Diamonds. It breaks to pieces.
First the weight on your shoulders is crushing your bones. Jongens, ga lekker wat drinken. Tot zo.